overal in de geïndustrialiseerde wereld groeien de afvalbergen van de consumptiemaatschappij. Om dat milieubederf in te perken zijn steeds meer kostbare machinerieën en gebouwen nodig. Zo is onlangs bij Duiven in Gelderland de eerste vuilverbrandingsinstallatie van Oost-Nederland in gebruik gesteld. Uit alle gemeenten van het gewest Arnhem brengen vuilniswagens het afval hierheen, waar het gestort wordt in een grote bunker. Boven in de bunker zijn twee kranen gemonteerd, waarmee het vuil omhoog wordt gebracht naar de vultrechter van een van de drie verbrandingsovens. De kraanmachinist stuurt zijn vracht met behulp van monitoren die hem onder andere het beeld laten zien van een op de hoger gelegen vulopeningen gerichte tv-camera. De drie ovens hebben een totale verwerkingsmogelijkheid van meer dan 4 miljoen kilo afval per week. Het hele proces kan worden geleid en gevolgd vanuit een centrale controleruimte. De verbranding vindt plaats bij een temperatuur van 800 à 1000 graden Celsius. Deze methode van vuilverwerking is niet de goedkoopste, maar in milieuhygiënisch opzicht wel de meest aantrekkelijke. De rookgassen worden gereinigd en de slak die overblijft is nog grotendeels bruikbaar. Zij kan eventueel benut worden in de wegenbouwindustrie nadat de onverbrande ijzerdelen eruit zijn gehaald. Dat laatste gebeurt met behulp van zeer sterke magneten. Met de vestiging van de nieuwe vuilverbrandingsinstallatie in Duiven hebben de samenwerkende gemeenten belangrijk bijgedragen aan het leefbaar houden van het milieu in Oost-Gelderland.